bij de Graafschap. Nu dus de nummer 8 van de keukenkampioen-divisie. Hier staat. Mag er wel gezegd worden dat ze op het juiste moment pieken. Vuurwerk op het veld, dat is niet altijd wat het zou moeten zijn. Maar hier is van tevoren de toestemming voor verleend. Dit is professioneel vuurwerk. Don't try this at home. Ja, dit kan hij wel. Dit kan hij heel goed. Jan van den Berg. Horemans komt weg, dan paf! Oeh ja, dit is nak in de play-offs. Dit soort schoten. Ja, zo'n foutje krijg je ook meteen te horen. Die best. Van den Berg is eentje die daar op het al een redelijk gretig gebruik van kan maken. Het hele 5 meter gebied volgemetseld. Het is allemaal in de zone, maar ja, Drius. Ja, maar alsnog, maakt niet uit. Onba komt hem binnen. En dan haal je één angeltje eruit, namelijk het angeltje van den Berg. Ja, dan zijn er genoeg angels over. Dit is een bizarre manier van een corner weggeven. Zagre. En dan is hier de hoekschop. Dan is het doorkoppen. En dan bij de tweede paal inkoppen. Oldroep Jensen naar Ongba. En de voorsprong is er voor NAC Breda. Baas. Zo heeft NAC nu even vast op de eigen helft van NAC. Goudmijn, Horemans. Paas zegt die Parrot. Geweldige redding van de Merbel, waar Parrot ineens kon weglopen. En waar de keeper alsnog de reactie had. Dit kan. Dit kan niet. En dit kan helemaal niet. Dus is dit Duivenstein, wipt hem eroverheen en dan is het 1-1. Na de fout van Martina. Staat het gelijk. Hij kan zijn gezicht wel verbergen. Houdt onzin in. De vreugde in het uitvak. Zijn fout. In de vorige thuiswedstrijd tegen Emmen maakte hij een hensbal. Dat kostte de 1-1. En hier schuift hij hem zomaar in de voeten van Lamproe. En dan is dit Duivenstein die het afmaakt. Knap gedaan. Ja, dan zeg ik. Is het doorkoppen en is de volgende kans daar? Is dit wel of geen hens op de lijn? Dat is misschien ook de vraag. Voorlopig is de bal niet over de achterlijn geweest, maar is het geen hens van Lens Duivenstein? Hier mag Hichler het oordeel over vellen. Dat heeft hij inmiddels gedaan. En hij houdt ons allemaal even in spanning. Lopend richting de 16. Zali nu fluiten en aangeven dat het een strafschop is. Ja, en dan is het dus een rode kaart ook voor Duivenstein. Janosek voor de 2-1, NAC Breda tegenover Van Gassel die lang blijft staan, maar toch alsnog kansloos is. En dan staat de boel hier volkomen op zijn kop. Wordt iedereen gek van vreugde. De voorsprong is er en de wetenschap dat ze een man meer hebben. Van den Berg. Kemper er langs bij Lamproe. Onba, daarachter is Kuipers. En weer een corner. Die zijn altijd gevaarlijk. Deze valt achterin. Is voor Van Gassel, die legt het weer. En dan is het Van den Berg die er 3-1 van maakt. De fout van Van Gassel. Die corner is altijd al gevaarlijk. En dan lijkt hij
in de handen van Gassel makkelijk te verdwijnen. Maar op een of andere manier laat die bal als een hete kroket vallen. We staan met 10 man en een 3-1 achterstand. Zo vlak voor rust. Ja, hier aan de rechterkant Benita vaak veel vrijheid. Dat Jano zegt altijd naar binnen trekken waar we zit. Benita uit de rug van Kemper van de Merbel. En dit is een strafschop. En dan kan het, het is geel voor Van der Merbel. Die doet in ieder geval nog een poging die bal te spelen. Maar het is wel een strafschop voor Excelsior. Achterstand van 1 worden als Parrot raak schiet en dat doet hij. En dan staat het 3-2. Roelof Jensen. Kuipers. Voor Sjelnik. Vrijheid hier bij Kemper. Bal voor Houden, net niet. Goudmijn. Weggewerkt door Van den Berg. Houden. Wacht af. Zagre voor het schot. En die bal op de lat. Goudmijn krijgt een duwtje. Ineens slaat de angst een beetje toe. En is daar de bal op de deklat. Arthur Zagre. Garbert. Zagre zijn tweede geel. Zijn tweede geel, die mag eraf. En zo moet Excelsior met 9 man werden. Die stapt op de voet. Dit is zeker geel. Van den Berg met de ingooi. 2 man meer voor NAC Breda. En een voorsprong. Kostelnik, die ook naar het 2 goals verschil gaat. Leek hem niet vol te raken, maar binnen is hij. Dan Kostelnik, die hem totaal verkeerd raakt. Van den Berg. Van den Berg. Ergens houden door, toch? Ja, met deze voorzet en Albert van de goal. 5-2. Met een slalom van Jan van den Berg. Jan van den Berg, een van de grote play-off helden voor NAC Breda. Garbert, Omarsson. Schot en hoppa, 6-2. De tweede van Omarsson. Onwaarschijnlijke sfeer in het Ralph Verlegh Stadion. We kunnen er maar 400 mee aanstaande zondag voor de uiterstrijd bij Excelsior. Dus ik neem aan, dat nemen ze hier ook wel aan, dat of NAC of de gemeente Breda wat gaat organiseren. Zodat meer mensen live en met elkaar kunnen kijken naar hetgeen onvermijdelijk lijkt